It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone. Ja, dat gaan we nog wel even doen. Ja, ach gosje, mag ik Poes een beetje wel filmen? Ja, hey schat. Jip en Joep. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik heb tuin Europa rijk gelegd op die plaat, die ijzeren plaat. Alsof dat niet heet wordt, ook wanneer het maar 18 graden is. Met zonnetje schijnt. En het is het is bewolkt, ja. Dat noemt men bewolkt, ja. Ja, echt. Het is bijvoorbeeld wel blauwe lucht er tussendoor en de zon, zoals ik al zei. Maar ja, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag toe. En wat wij mee gaan maken, weet je, wel twee honden, blaffende honden, maken we al mee, dus ja. En ik heb mijn rok ook weer meegenomen naar beneden, want daar wil ik ook mee bezig. En ik ga denk ik vandaag niet weg, ik weet het niet. Nee, wat valt er te beleven? Ja, de kermis. Nou, daar zijn we al een paar keer overheen geweest, dus dat hoeft ook niet weer. Maar ik wil die rok ook voor elkaar hebben, dus ja. We zien wel wat we gaan doen. Ik moet hem in ieder geval even een stukje lostornen en ik moet het hele stiek aanspannen, want dat is te wijd. Dus dat moet korter, iets smaller, ja. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik hou gewoon vol goede moed. En als jullie dat nou ook doen, dan doen we het samen. En ook lekker genieten van alles wat jullie gaan doen. En dat gaan we ook gewoon samen doen. Ik zou zeggen, geniet met ons mee. En tot later. Ja, lieve vrienden. Erwin die is alweer een tijdje weg. En ik heb mijn tweede bak koffie weer voor mijn neus. En ik ga zo meteen de video, oftewel de vlog die ik gisteravond mee begonnen was, daar ga ik verder mee. En dan hoop ik dat ik nog eentje kan maken. En er wil er een naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Ja, ik hoor hier van alles, maar ik zie niks. Ja, vrouwtje komt eraan. Ik heb er net de vaatwasser van me gespoeld, ik heb de koppie nog, maar het is nog niet voor een hele vaatwasser vol, weet je. Dus ik ga het er ook niet in zetten. Ik moet het koppie op de hand afwassen, want morgen is het alweer een donderdag en dan komt Willy weer. Ja. Nou ja, daar moet hij ook nog open. Ik denk, waarom wil hij niet? Maar hij was nog niet buiten geweest, kom maar. Oh ja, je wilt snoepjes ook, hè? Is ook zo. Ja, je wilt snoepjes. Nou, moet je even wachten. Gaan we snoepjes pakken. Ja. Alsjeblieft. Is dat zakje leeg? Zo. Moet vrouwtje weer een nieuwe pakken. Hé? Pootjes zie ik nog liggen. Lekker kerel. Zie je meer liggen bij je pootjes? Ja, hier staat op. Nu ook nog achteruit. Ja. Krummeltjes ook opruimen, hè. Oei, 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 yummy. Wat is dat toch allemaal lekker, hè. Waar komt hij?
Kom maar. Ga je nou doen dan? Ja, doe maar. Doe dan. 1, 2. Ja, doe maar. Je weet ook niet wat je wilt, of wat? Ja. Goed zo. Grote jongen. Dag kerel. Ja, dan moet ik mijn vitrage bij elkaar zien te halen. Anders vliegt dat naar buiten. Hup, één kant dicht. Zo. Nou, ja, daar waren we weer. En dan gaan we gewoon lekker zo meteen aan het werk. En ja, het moet toch gedaan worden. Ja, je kan niet altijd de hort op. Maar dat vind ik ook niet nodig, nee. En ik heb ook niks aan de winkel nodig, nee. Dus boodschap hoeft ook niet. Er ligt één aardbei in de vensterbank verder te rijpen. Die viel er, nee niet die viel, ik haalde hem eraf. Ik denk, hé, kijk, een lekkere grote. Ja, lekker. Nou, het ligt even gewoon op de vensterbank verder te rijpen, dus het komt helemaal goed. En ja, ik ga morgen of zo ik zie wel, want ook komt Karin vanavond weer naar de helder, na het eten. Want die moet weer werken, dus ja, bij haar vriendin gaat ze helpen. Maar dat komt allemaal goed, ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en tot later. Ja, daar zijn we weer even. Ik heb één vlog waar ik gisteren mee begonnen was, is nou af. Die is aan het uploaden op YouTube. Dus dat komt ook helemaal goed. Ik heb nummertje 2 al opgezocht. En ik moet die nog een naam geven, et cetera. En verder klaarzetten. Maar ik heb het al wel in de map gedaan. Dus dat komt ook goed. Ik ga toch nog wel even lekker weg. Even de hort op. Ja, daar heb ik gewoon even zin in. En dan komt het ook allemaal wel weer goed. En ja. Ze liggen allebei lekker in een bak. Wat Rijka mankeert, die ligt altijd bovenop de speelgoed. Of onder de eettafel, of onder de bank, of onder een stoel. Ze ligt nou bovenop de speelgoedbak, dreigen te wassen of zo. Ja, dus. En die ligt, nou ja, lui te zijn. Rijka. Hi kind. Wat doe je allemaal moeilijk, hé? Ja. Oeh, de gaapie. Oeh, de gaapie. Dus ja, dat dus. Hé? Ja, het is lief. Ja, ik, als, even zien. Ja, ik weet, nee, ik weet niet of ik dat red. Met watgene wat ik nog in mijn accu's heb om ergens naartoe te rijden en haar mee te nemen. En die grote dan eens een keer thuis te laten. Maar ik denk dat ik dat nog even niet red. Dan moet ik weer doen als mijn accu's weer opgeladen zijn. Nou ja, vandaag komt Karin naar de helder. Dus ja, dat slokt ook weer veel energie van me op dat ik dat dus nog niet kan doen. Want ja, die zal morgen wel hier komen. En trouwens ook Willy komt. En meneer Marcel, die moet komen zijn troep op te halen, doet hij dat niet, mag ik het wegdoen? Dus hij heeft geen poot om op te staan. Nee. Dan had hij het me gelijk mee moeten nemen. Ja, hij had ook nog een hand waar hij het in kon houden. Maar nee. Nee, dat kon niet. Maar het maakt mij niks uit. Als hij kwijt is, dan is hij kwijt. Heeft hij pech, koopt hij me weer nieuw. Zo simpel. Ja hoor, hij heeft meer geld dan dat ik heb. Simpel. Maar oké, lieve mensen. Ik ga even lekker genieten. Even nog een aardbeienplant halen. Waarom ook niet?
Ja. We zullen het over beleven. Ja, ik ga misschien toch ook nog wel even kijken of ik het wel redden kan. En dan vraag ik gewoon of ze dat al hebben, wat ik zoek voor die kleine. En zo ja, dan kan ik altijd met haar erheen wanneer het er wel is. Nee, hoe zeg ik dat nou? Ik ga kijken of ik er kan komen en dan vraag ik of ze het al binnen hebben, zodat ik haar niet op de bonnefoy meeneem. Ja, zo is het en niet anders. Nou, ik ga er vandoor. Ja, jullie zien het nog. We zijn in een tuincentrum aanbeland. Leuk hè? Ja, echt leuk. Een hoop herrie, achter mij en bijna lol. Maar ja. Ja, echt wel leuk. Maar ja, ik wil eerst naar binnen, want ik wil even het een met ander vragen. Heel leuk, de autootje, een tjoek tjoek autootje, driewielertje. Ik zal hem even langzamer zetten. Kijk, dat doe je met die knop. Dan moet ik even zelf zien. Zo. Nou, dan rijden we wat langzamer. En daar is ook een watervalletje. En nog een, allemaal watervalletjes. Nee. Ik had wel een hoop water hoor. Ja. En of dat nou eigenlijk allemaal mak van, hè? Je weet wel. Kijk, ook met schotel, ventograniet. Ja, maar ik hoef geen schotel, ik moet gewoon een grote pot hebben. Ja. Ik moet er heel veel langs. Nou, ik ben een vlogster. Oh, goedendag mevrouw de vlogster. Hallo, mijn naam is Stefano van het tuincentrum. Mooi, hartstikke goed. Mijn YouTube-kanaal, moet je die nou weten, want anders kan je jezelf niet vinden. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, Corina met IE, dus Corina met IE. R-I-E-N-A en de beestenboel. Oh. Staat natuurlijk niet gelijk op YouTube, dat maar, kan niet. Want ik dat moet... zien we dan vanzelf wel. Ja, maar nou. Abonneer je maar en even liken. Natuurlijk. Helemaal top, geweldig. Leuk. Fijne dag, Bob. Dank je, zelfde. Ja. Wel ja, dit is plastic hè. Dat vind ik niet. Ja. En hier kleine plantjes. En dat moet ik ook niet hebben. Maar ja, ik moet even om de mensen uitkijken. Dus ja, we lopen natuurlijk vanzelf. Nog meer personeel en niet iedereen wil erop. Nee. Dus daar gaan we wel even netjes om denken. Ja, toch? Ja, dat moet wel, hè? Niet iedereen wil op YouTube. Wat zegt u? Ik zeg niet iedereen wil op YouTube. Ja, dan net een collega wel. Ik zit op YouTube, dus ja. Niet alle minuten hoor. Maar het komt op YouTube. Oké. Okay. Dus, nou. Gaan we deze allemaal leuke waterbakjes. Ja, echt. Echt wel. Ja. Nou, ik draai jullie weer even om en ik zal jullie af en toe ook naar de grond toe sturen, ook vanwege de klanten. Dus dan gaan we weer eventjes omdraaien. Zo. Voilà. En even mijn koordje erbij vasthouden. Ah, wel een mooi spul. Maar ja, we gaan toch naar de dierenafdeling toe. Mooie plantjes ook. Ja, precies. Enkel de benen komen erop meer niet. Hallo. Hallo, jij bent een vlogster. Ja, leuk. Ik ook niet. Nee, nou ja, daarom heb ik hem nou een beetje naar de grond en naar de plantjes. Het is enkel benenwerk wat je krijgt te zien dan. Benen mag. Ik zit even wel terug. Ja, nou, we gaan verder.
Ook mooie plantjes. En leuke, hele kleine vaasjes. Kijk, hier heb je Marianne. Ja, nou, ik hoef hem niet. Maar in ieder geval, kijk, deze zijn dus in het kleine. En kijk eens, oeh, wat vreselijk duur. Zal die helemaal wel duur zijn? Oh, ze heeft die hele grote. Kijk, we gaan er even naartoe. Er even naartoe. En ik moet nog een stukje. Kijk. Nou, nee. Hè? Ik zeg maar niks. Ik zeg maar niks. Kijk, en hier heb je wel de dierenbenodigdheden. En ja, dat moet ik wel hebben. Ik moet wel iemand hebben die hier werkt. Want ik heb daar niet de verstand van waar dat alleen mijn hanklicht staat, weet ik veel. Ja. Ik moet dan iemand even hebben die mij kan antwoord geven. Ja, ik ben op zoek of ik of jullie ook dierenkleding hebben, zoals een truitje of een jasje. Alleen in de winter. En ja. Dat hebben jullie dus nog niet binnen. Nee, dat komt echt pas oktober meestal. Oké, okay, nou ja, dan komen we dan gewoon weer. Ja. Ja. Ja, meestal in de zomer verkopen we dat niet zoveel. Dus echt een winterartikel voor ons. Nou, dan doen we dat toch. Ja, dan komen we binnen. Ja, dan rijden we nog even een blokje. Want ik ben ook een vlogster, zoals je wel merkt. Tot ziens. Tot ziens. Nou, en visjes. Maar dat is ook een kindje, dus ik haal jullie daar weer weg. Ja. Och, kijk nou. Wat lief van de man. Dus kleertjes voor Rijka is er nog niet. Ja. Didi. Ja, ik wil eigenlijk voor in de vlinderstruik wat hebben, ook aan lampjes boelen, maar het moet niet te zwaar wezen. Ja, en dat moet hangen. Hier begint het wel heel lekker. Ja, kan u erdoor? We gaan, we kunnen er langs. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar lampjes wat ik in de vlinderstruik kan hangen. Oh. Dus moet ook niet te zwaar wezen. Nee, dat klopt. Nee. Dan zal het er maar drie wezen. En dat is te zwaar, dat is van glas. Dat moet dus niet. Nou ja, het is gewoon een idee misschien voor het nieuwe jaar, anders. Ja. €250. Dat is nogal wat. Dat is duur en hoog. Ja. Ja, wat is er nou, hè? Juliana Dorp. Den Helder. Dat is €250. €250. Oh, duur, hè? Ja, duur. Beginnen we niet aan. Er was vandaag al een ongeluk gebeurd, hè, bij Julianendorp in de buurt. Oh, echt? Ja, een Schagenbrug, tussen Schagenbrug en Julianendorp. Oh, jemig. Ja. Kreeg ik op mijn telefoon binnen. Wil je blijven zitten, Loek, of zullen we even verder kijken? Want ze hebben nog veel meer. Ja, ze hebben hier zoveel. Nou, een heel zitje, heel gezellig. Ja.
maar dat is allemaal te zwaar voor in een boom. Ik wil gewoon licht spul wat in een boom kan hangen en wat niet kapot gaat. En het zal ook wel heel erg duur wezen, denk ik, vermoed ik. Ja, dan moet je met een haak vastmaken en wat kost dat ding? Ja, ik bedoel maar, €9,99. Nou, geen €9,99 jaar. Kanonnen. Kan je beter, bij de foam maar die lampjes halen of zo. Die zijn goedkoper. Lekker deur, meneer Huis. Boah! Ga ik niet doen hier. En dat is voor in een tuin. Nou, dat kan niet met de meisjes. Nee. Huppata, ga daar naartoe. Nee, dat is allemaal te duur. We gaan naar buiten. En het moet tegen een stootje ook kunnen, hè? Dan heb ik liever iets. Ja, wat veel goedkoper is. En dit is niet goedkoop. Nee. Dan mag het er nog zo mooi uitzien. Ik vind het duur. Oh, dat is met kaarsjes erin. Moet ik ook niet hebben. Nou, dan heb ik helemaal niks gekocht. Nee! Nou ja, gaan we er gewoon weer uit. Zo simpel. Dus ik sluit jullie weer even lekker af, lieve vrienden. En geniet van alles. Tot later. Ja, ik vergat helemaal dat ik nog de buitenkant wil bekijken. Want ik ging hier ook tegenheen om te zien naar de aardbeienplantjes hier. Ja, en dat gaan we nog wel even doen. Ja, ah, gosje, mag ik Poes een beetje wel filmen? Ja hoor. Hé, schat. Tussen Jip en Joep. Oh, daar nog één nog, goedje. Wie is dit? De bovenste is Joep en de onderste is Jip. Jip? Jip en Janneke. Het zijn twee broertjes. Dag Jip. Oh, wat lief. En daar hebben we Joep. En daar hebben we Joep. Hallo. Hallo. Oh, goedje. Nou, dankjewel. Ja, ja. Ja. Dan gaan we de buitenwereld nog even bewonderen. Ja. Waar kan ik nou langs? Naar buiten. Ik wil naar buiten toe, de buitentuin. Ik wil nog even aardbeienplantjes bekijken. Hier maar in, hè. Ubbedabbeda. Ja, uitverkoop. Op is op. Is dat zo? Want dat is een plastic bak. Ik moet geen plastic bakken hebben. Pot met schotel.
per stuk 15,95. Ja. En ik wil van die grote, ik wil die niet meer zoiets, die hoge. Ik vind dit nog zo laag. Ik weet het niet. Ik moet dat eens even bewonderen. Ik zoek een hoge. Gewoon hoge bakken. Hoge bakken. Waar wat in kan. Kijk, zoals deze smalle graniet. Ja, lijkt me graniet, weet ik veel. Het zal wel lekker duur wezen. En ik kan er niet bij komen. Of wel? Is het plastic of niet? Ja, is het plastic? Nee, ik weet niet wat het is. Ja, nou ja, zoiets zoek ik dan, hè. Maar die, ja, die is ook daar stuk van onder. Nee, dit is geen steen. Wat het wel is, Joost mag het weten. Nou, we zullen wel eens eventjes dat gaan vragen wat zoiets kost. Maar dat komt zo wel. Dat komt zo wel. En daar kan ik niet tegen. Ik vind het zo... Nee, dat zijn allemaal van die boeddha-gevallen. Daar hou ik niet van. Ik vind dat niks. Dat vind ik wel mooi. En ook... Maar ja, we gaan even nog verder die kant op, want ik zoek toch echt naar aardbeetjes. Wat wel, aardbeienplantjes. Ja. Wat is dat? Nee, dat is geen aardbeien. Dat is allemaal druiven, besjes, dingetjes, datjes. Hier hebben we aardbeien, geloof ik. Aardbeien op stok. Ze noemen het fruit. Nou ja. Ik krijg gewoon foto's, hoor. Ja. En verder zie ik ook geen 1, 2, 3 aardbeien daar. We gaan het gewoon vragen. Goeiedag. Goeiedag. Ik zoek aardbeien voor in een plantenbak. Als we ze nog hebben, dan zouden ze binnen bij de groenteplantjes moeten staan. Bij de wie? Bij de groenteplanten. Bij de groenteplanten, oh. Kijk, weer naar binnen. Ja, als we dan hier doorrijdt aan de rechterkant daar staan, als we ze nog hebben, zouden ze daar moeten staan. Oké, okay, we gaan kijken. Ja, alsjeblieft. Dus binnen wordt gezet. Nou ja, we moeten toch weer naar binnen toe, ook vanwege die bakken die ik zag. Wil weten wat die kosten. Ja. Dus dat gaan we gewoon even feestelijk doen, zou ik zo zeggen. Ja, echt waar. Aan de rechterkant, zei die man. Dat is aan die kant. Dan gaan we eerst naar die kant toe. Ja, ook dat spul is allemaal voor buiten. Bij de groente, zei die. Nou, dan moet je wel... Hè? Groente? Nou, ik zie geen groente, hoor. Dit is geen groente. Mag ik wat vragen? Aardbeienplantjes, hebben jullie die nog? Chips. Komen ze ook nog binnen? Dat durf ik niet te zeggen.
Oké. En dan heb ik nog een vraag. Daar aan het begin, die hoge plantenbakken. Is dat van materiaal wat tegen een stootje kan? Want ik zag er eentje dat we, aan de onderkant een hoekje uit, hè? Dat is dat voor. Ja, dat dacht ik. Dat is voor het PBS. Ja, meen ik al te zien, want uit dat gaatje komt een beetje van het nylon spul. Ja. Ja, en dat heb ik in de schuur ook weggehaald. Want mijn man die heeft ooit bezig geweest. Om zelf een vijver te maken met al dat spul erbij en dat kaars erbij en dat allemaal zelf insmeren met polyester. En dat is nooit afgekomen, want hij werd te vroeg weggehaald naar boven toe. En dan maak ik het dan nog in de keuken. Ja, want ik zoek eigenlijk twee plantenbakken sowieso voor, bij mij. Bij mijn keukenraam, want iedereen loopt pal langs mijn keukenraam. Dat je, ik schrik me rot als ik mijn raam open wil doen en dan loopt er eentje er voorbij. En nou, dat schrik je echt. Dat ze toch een afstandje kunnen bewaren, weet je. Dus ja, ik zoek eigenlijk hoge plantenbakken waar ik wat in kan doen. En ook ter zijne tijd wat voor in de tuin, want ik heb honden. Dus ik wil alles dicht hebben en geen tuin. Ja, ik heb een boom, tenminste een vlinderstruik. Die blijft staan, maar de rest, al het de grond gaat weg en dan betegelt. Dus. Maar in ieder geval, daar ben ik op zoek naar. Maar dan weet je dat die ene kapot is, hè? Ja. Dat is aan de onderkant, een hoekje eraf. Is goed, man. Nou ja, dan heb ik pech. Ja. En jij ziet jezelf terug. Ja, nou, dat vind ik nog leuk ook. Ja, hij is erin geweest, hoor. Ja. Corina met IE en de Beestenboel. Dat is mijn YouTube kanaal. Ja, nou doe dat. En jij ook. Jazeker. Even kijken, ik moet zelf terug zien komen. Maar nog niet direct vandaag. Nee, nee, nee. Want ik heb nog een heleboel werk. Ik moet gezien. Gezien hoor. Ik geloof dat ik nu vlog 29 straks ga maken, van 29 juni, dan nog 30 juni, sale on. Weet je wel, sale in eigenlijk. Ja, de sale in. Ja, die moet ik maken vandaag. Dan morgen, dan ja, ik loop wat op achter. Want ik hoorde dat het al best een merk is. Is het ook. Is het ook. Maar ook was ik 23 juni jarig en toen kon ik... Wel filmen, filmen gaat eigenlijk door. Yeah. Maar ik kon niks in elkaar zetten, visite moe. Ik had een logier, nou die heb ik, die zou ik 3 weken houden en daarna zou die dan weggaan. Maar die heb ik met 14 dagen de deur uitgezet, want hij had geen enorme waarde en respect voor mij. Wc-deur open laten staan, de wc-bril open laten, nee, ja, de deksel open, want die wil ik dicht hebben. Ik heb er een hekel aan, ik doe hem voor mezelf ook dicht. Als ik dan naar de wc kom, dat die deksel open staat. Dan kijk je gelijk in die pot. Nou, heb ik een hekel aan. Dat wil ik dus niet. Nee. Zijn rensporen veegde die niet weg. Stiekem rook op de slaapkamer. We gebruikten nog een keertje wiet. Simpele etiketten en het niet beter gevolgd. Wegwezen. Nou, maar dat is heel simpel, dat ga je. Ja, maar nou heeft hij nog spullen laten staan. Die hek ingepakt, hek in de schuur gezet. Ik heb hem een ultimatum gegeven van morgen ophalen om die en die tijd. Zo niet. Breng ik het andere week naar Rattenplan. Ja. Of naar een andere kringloopwinkel. En dan zegt hij, notabene, dat hij een deurwaarder op mijn dak doet vanwege het bedrag wat ik moet betalen vanwege de tuin schoonmaken. Wat tuin schoonmaken? Ik heb met mijn lijf. Hek grote gedeelte gedaan. Wat wij gedaan hebben, dat is zeggen in de rijden 2 trottoirtegels breed en 3 trottoirtegels heel erg lang. Daar heeft hij het onkruid tussen gehaald. Nou ja, geef het iets na. Nou, mensen blijven niet doen. Ja, echt. Ja. En dan is het ook nog eentje van 43 jaar. Oh. Je een maand en 4 dagen jonger dan mijn eigen zoon, maar ook die heeft geen respect voor mij, dus ja. Helaas. Kleine kinderen, kleine hinderen, grote kinderen, grote hinderen, zeggen we dan ook. Ja.
Ik heb enkel nog met één dochter van mij contact en die zie ik ook nog, maar de rest zie ik niet. Ja, ze willen gewoon mij bij mijn naam noemen. Hallo. Heb ik een beetje op school geweten? Ik dacht dat niet, hè? Dat heeft hij, dames en heren. Nee. Het is bijna 5:30. En dat denk bijna 5:30. We moeten eruit, lieve vrienden. Dus ja. Geen aardbeidjes hier. Nee, jammer. De enige aardbei die wij momenteel nog hebben is in die wandhanger daar ook. En ja. Dat zijn de laatste. Oh, dus nog wel. Oh, dat is één of nog wel. Wat kost die? Die kost €14,95. Ja, maar ja, ik doe ze, ken ik ze stekken? Want ik doe ze in mijn in plantenbak. Is de deur dicht, Nick? De lange uitlopers die u eronder ziet, die kan u makkelijk stekken. In een bakje met water en dan komen de wortels er vanzelf uit. Ik heb, van de week heb ik, hoe heet dat? Ben aan het overpotten geweest en ik had met mijn verjaardag ook eentje gekregen. En heb ik het gewoon in aarde gezet, maar wel met water erbij. Ja. En ik geef ze iedere avond water. Is dat ook goed? Kan dat ook? Ja, als dat wordt het zang komen, dan gaat het goed. Nou ja, dan hoop ik zang en allemaal nog. Mevrouw, als u af wilt, de kassa sluiten, is 6:30. Oeh ja, was begaan. Weet u dat? Ja, nou we waren dus al thuis en ik ben bezig geweest. Daar leg ik nog een beetje water en wat aarde, maar dat komt wel. Ik ben al lang alweer blij dat ik dat klaar heb. Enkel, ja, die doet het gelijk uitstekend. Daar heb ik er een paar uitgehaald en dat gaatje is open. Jeetje, ik kan er niet bij. Daar zit een gaatje, die is leeg. Maar er komt een stekje aan. En dat is die. Dus helemaal goed. Dat hangt ook allemaal nog slap. Maar volgens de geleerden moet dat gewoon weer TZT omhoog komen. Of desnoods nieuwe blaadjes. Nou ja, daar zit ik al wel wat komen. Dus ja, dat is even allemaal afwachten. En ja, met die idem dito is ook afwachten. Mag ze nou nog geen water geven. En dat was ook vanmiddag nog nat zat. Moet ook niet te veel hebben. Het heeft ook vannacht een regenbui geweest. Dus ja, dat is allemaal nog afwachten. Daar hangt een aardbeitje, daar hangt een aardbeitje. Er komen meer aardbeidjes aan als die het tenminste mogen doen. Hier al hangen ze slap te wezen. Nou, dat heb ik net gedaan. Dat komt uit die zak vandaan. Ja, en daar heb ik er één aardbei van afgehaald. Er ging één aardbei. Nee, niet waar. Ik lieg. Ik weet het al niet eens meer. Kun je nagaan. Kijk, die doet ook mooi. Allemaal meerdere bloemen aan. Ja, dus. Wat zie jij nou weer te eten? Hé. Hey. Mal kind. Hé. Hey. Alwin. Nee, dat is niet echt. Daar blijf je van af. Is allemaal zijde. Is niet echt. Nee. Kom. Ik heb het hier op de vensterbank leggen. Kijk, die had ik geloof 2. 2 aardbeestjes. De deur gaat dicht. Uit zichzelf. Doe niks. Die moet nog even opgeruimd worden. Die. Nou ja, er komt weer wat onkruid naar boven. Die wil even wel onkruid vrij hebben houden. Dus die laat ik daar even. Dan gaan we deze even opruimen. En dan zal ik zo mijn meisjes even uitlaten. Ja, ik ga mijn meisjes even uitlaten. En ik zou worteltjes schoonmaken. Daar heb ik niet toegekomen nou. Dus ja, jammer dan pech. Hè? Ja. Zullen we zien of we wat anders kunnen gaan eten. Ik weet het nog niet. Ik heb ook helemaal nog geen zin. Maar ja, het is wel zo zuur geweest. Dus ik laat de meisjes even uit. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later.
Ja, lieve vrienden, we gaan weer naar bedje toe, want het is alweer reeds 2:49. Dus alweer veel te laat. Ik had al willen leggen, maar ja. Ik zat nog eventjes wat te doen en eventjes naar televisie kijken. Dat we gaan nou lekker naar bedje toe met z'n drieën. Kandelvie is natuurlijk al boven. Dus ik zeg welterusten, lieve vrienden. En slaap lekker en een goede nacht gewenst allemaal. En jullie weten dat God houdt over ons allen de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja. En een kleine mededeling nog. Vandaag, vanmiddag. Donderdag dus. Oh, dan is het ook nog de 13e. Maar ja, geen vrijdag. Komt Willy en komt Karin. Maar ook Marcel. Maar die komt niet op mijn terrein. Ik wil hem hier niet meer hebben in mijn huis. Nee. Hij kan er bij op de hoogte van die schuur blijven staan. En dan krijgt hij zijn troep. En dan bekijkt het voor de rest. Maar ik haal mijn vlogs. Niet voor hem er vanaf. Nee. Hij bekijkt het maar. Ga je weg? Ik sta in mijn... Nou! Word geterroriseerd door een vlieg. Maar in ieder geval, ik sta in mijn rechten. Hij heeft toestemming gegeven. En hij zei, je vlogt maar in het heen. Dan doen we dat. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, wij gaan nu lekker slapen. Dus ik zeg, tot morgen.